De vertaling van de eerste soera is: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Kul huwallahu ahad, zeg Allah is de enige. Allahu samad, Allah is zichzelf genoeg, eeuwig. Lam yalid walam yulad, hij verwekte niet, nog werd hij verwekt. Walam yakullahu kufuwan ahad. En niemand is hem in enig opzicht gelijk. Sura Ikhlas is op een perfecte wijze de eenheid van God beschreven. In dit vers staat beschreven dat God bestaat. In dit vers staat beschreven dat God uniek is en dat de eigenschappen van God ook uniek zijn. En niemand kan een gelijkenis zijn van zijn eigenschappen. Mensen die niet geloven in God, en tegenwoordig is hun aantal heel groot, mensen die beweren dat God niet bestaat, en dit geloof heeft mensen ook doen afstand nemen van religie. Zij bevinden zich in een onzekerheid en zij zorgen dat anderen ook in een onzekerheid en in een twijfel terecht komen te staan, dat God niet bestaat. De Koran zegt dat God bestaat. Maar het zijn mensen die geestelijk blind zijn en niet de waarheid kunnen zien. Deze mensen gaan op in materialistische verlangen. En zij wenden zich niet tot God. Voor wereldlijke zaken spant men zich in. Maar wanneer het concept van God wordt besproken, dan wil men God verkrijgen zonder enig inspanning te verrichten. En dit zijn ook de mensen die niet zichzelf inspannen
om God te bereiken en God te verkrijgen. In de Koran staat: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Mensen die zichzelf inspannen om mij te verkrijgen, God zegt tegen hun: ik zal hun zeker begeleiden naar mijn wegen. De beloofde Messias heeft hierover verteld. Mensen die zichzelf inspannen. Mensen die zichzelf inspannen en God willen zoeken en het verlangen tot hun hoogtepunt brengen om God te vinden. Dus zou zo zeggen, het is belangrijk dat je je inspanning ook tot een hoogtepunt brengt. Slechts proberen is niet voldoende, maar je moet je inspanning ook intensiveren en tot het uiterste brengen. En voor zulke mensen zegt God dat God hen begeleidt naar zijn wegen. En het is vanzelfsprekend dat de wegen die leiden naar God juist de wegen zijn die door middels van profeten tot ons zijn gekomen. Dus de conditie die God heeft voorgeschreven om God te herkennen is dat men een stap zet richting hem. Het is dus belangrijk dat men een persoonlijke relatie probeert te ontwikkelen met God en hem probeert te herkennen. Hazur zegt dat naast het religieuze aspect ook vele argumenten beschikbaar zijn voor het bestaan van God. En in de Heilige Koran staan deze ook vermeld. In de Koran staan argumenten waardoor duidelijk wordt dat dit boek geopenbaard is door God. In de Heilige Koran staan ook voorspellingen. Bijvoorbeeld, Maraj al-Bahrein yaltaqiyan, dat twee zeeën elkaar zullen ontmoeten. En we zien dit nu vervuld in de vorm van de Panama-kanaal en de Suez-kanaal. Daarna zijn er ook verschillende voorspellingen in de Heilige Koran, zoals in Sura Takwir, dat nieuwe transportmiddelen zullen worden ontwikkeld en worden uitgevonden, waardoor afstanden sneller afgelegd kunnen worden. En dit zijn voorspellingen die 1400 jaar geleden werden gedaan door de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem. En deze voorspellingen werden gegeven door God, die zegt dat hij alwetend is. Dus vele voorspellingen zijn vervuld, maar er zijn ook nog voorspellingen die nog steeds aan het vervuld, nog steeds de vervulling nog doorlopend is. Er zijn ook wetenschappelijke feiten die vandaag de dag ontdekt worden.
En ook deze feiten staan vermeld in de Heilige Koran. En het is alleen God die alwetend is, die weet wat er is gebeurd en wat er gaat komen. En alleen Hij is in staat om deze informatie te verschaffen. De beloofde Messias. De beloofde Messias zegt dat dat in dit vers op een heel bijzondere en een unieke manier de eenheid van God is beschreven in deze sura. Waarin op een unieke manier beschreven is dat God vrij is van vereenzelviging. Niemand deelgenootschap samen met God. Hij is alleen en één. Azur zegt dat er verschillende manieren zijn waarop iemand vereenzelvigd kan worden, bijvoorbeeld in aantallen. Dat is een manier, want er kunnen één mens, er kan één persoon zijn of twee of drie of vele. Maar God is dus één. Dat is één aspect wat in dit vers uiteen is gezet. Het tweede aspect is vanuit de positie en rang. Dat God ook vanuit positie en rang één is. Het derde aspect is van geslacht of van soort. En de vierde is het aspect en de categorie van actie en invloed. Dus in dit vers wordt uiteengezet dat God één is in het licht van al deze vier categorieën. Azur zegt dat het belangrijk is om het eigenschap van Samad te begrijpen wat dit betekent. Samad betekent iemand die geen behoefte heeft aan anderen. Maar juist dat anderen hem nodig hebben. Dat is wat Samad inhoudt. Azur zegt, het argument hiervoor is dat God Samad is dat alles wat bestaat geschapen is en uiteindelijk zal vergaan met uitzondering van God. Azur zegt, wat is het argument dat God voor altijd heeft bestaan? Azur geeft één argument daarvoor en dat is dat wetenschappelijke feiten die duizenden jaren geleden hebben plaatsgevonden. God geeft informatie hierover in de Heilige Koran en dit is het bewijs dat hij altijd heeft bestaan.
اگر وہ لاکھوں کروڑوں سال پرانی باتیں ثابت ہو گئی ہیں آج کہ صحیح ہیں تو آئندہ کی پیشگوئیاں بھی ہمیشہ ہوں گی. En wanneer deze feiten kloppen, betekent dit ook dat God de voorspellingen die God heeft gedaan ook uiteindelijk uit zullen komen en vervuld zullen worden. En dit betekent dus ook dat God zal blijven bestaan. In de Surah staat ook Lam Yalid. Hij heeft geen zoon. Want indien hij een zoon zou hebben, betekent dit dat die zoon deelgenootschap kan hebben samen met God. Maar God heeft dus geen zoon, dus hij is één. En het is helaas vanwege dit concept dat 80% van de christenen afstand hebben gedaan van religie en niet religie praktiseren. Dus alleen vanwege het concept dat God een zoon heeft, hebben heel veel mensen afstand gedaan van religie. Dus de God die de islam beschrijft, is de ware concept van wat God inhoudt. Dan staat er ook in de sura Lam Yulad dat hij geen vader heeft. Want indien hij een vader zou hebben, houdt dit in dat die vader ook een deelgenootschap kan hebben. Lam yakullahu kufuwan staat er verder in de vers. Dat betekent dat niemand hem kan evenaren in zijn acties. Hij is perfect in al zijn acties. En hij doet wat hij wil. Dus de God waarin wij geloven is totaal vrij van afgoderij en van deelgenootschap met anderen. In de tweede sura, en de vertaling van de tweede sura is: in naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Kul a'udhu bi rabbil falak. Zeg, ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad. Min sharri ma khalak. Tegen het kwade van wat hij heeft geschapen. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. En tegen het kwade van de duisternis wanneer deze zich verspreidt. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. En tegen het kwade van degene die vaste banden door boze inblazingen willen ontbinden. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. En van het kwade van de benijder wanneer deze benijdt. De beloofde Messias heeft over deze sura verteld dat God heeft gezegd, zeg, ik zoek toevlucht bij de Heer tegen het kwade van wat Hij heeft geschapen en tegen het kwade van de duisternis van wanneer deze zich verspreidt. De beloofde Messias heeft hierover gezegd dat dit tijdperk vergeleken kan worden als de duisternis die zich verspreidt. Want we zien dat er zonde heerst in de wereld in dit tijdperk. Dus men vraagt dus toevlucht tot God tegen al deze zondes. Dus dit tijdperk is gelijk
of kan vergeleken worden met een duisternis dat zich heerst en verspreidt. En de beloofde Messias heeft geschreven, daarom vereist de behoefte van het tijdperk vereist dat God ingrijpt en de mensen helpt en steunt, want men kan zichzelf niet verlossen van dit duisternis. En dit is ook de tijdperk van de beloofde Messias waarin duisternis zich verspreidt. En dit is juist het tijdperk waarin mensen zich wenden tot God en zijn toevlucht zoeken. God heeft in dit tijdperk van duisternis, heeft God de beloofde Messias gezonden om ons van het duisternis naar het licht te brengen. En ieder mens weet dat er geen twijfel is aan dit feit, dat dit tijdperk zich bevindt in een spirituele en geestelijke duisternis. In naam van vrijheden worden verschillende zondes en overtredingen begaan. God heeft het licht van de beloofde Messias in dit tijdperk geschonken aan de mensheid. En dit is dus de dageraad van God, de beloofde Messias. God heeft niet een moslim geleerde of iemand anders als licht en als dageraad gestuurd naar de mens. Maar de beloofde Messias is gestuurd als de spirituele licht. En het is dus onze taak om hem te accepteren en niet iemand anders. Als wij verlicht willen worden door de spirituele licht die God heeft gestuurd. Hazoor zegt dat mensen denken, moslims denken, dat via wereldse pogingen men de duisternis weg kan nemen. Hazoor geeft het voorbeeld dat op dit moment de toestand zo erg is dat moslims elkaar aan het bevechten zijn. Kijk naar de toestanden van alle moslimlanden. Of het nou Saudi-Arabië is, of Iran, of Kuwait. In ieder land is er onrust. Ze zijn moslims en zijn elkaar aan het vermoorden. Twee dagen terug vond er een aanslag plaats waarbij 200 mensen zijn omgekomen en mensen zijn aan het huilen en mensen zeiden op het nieuws van morgen is onze Eid. En gaat onze Eid er zo uitzien dat wij onze familieleden aan het begraven zijn? En het ergste van dit alles is dat deze oorlogen en strijden in naam van de islam worden verricht. Islam
En ook in westerse landen vinden deze aanslagen plaats. En de toestand is nu zo erg dat zelfs in Medina een aanslag is gepleegd. Het is een genade van God dat de meeste mensen beschermd waren in Medina. Maar wat bewijst dit alles? Dit bewijst dat de duisternis zich heeft verspreid. En daarom is het belangrijk dat mensen op zoek gaan naar hidayat, naar begeleiding. En dat is de beloofde Messias. Door menselijke inspanningen zal dit niet opgelost worden, zal de duisternis niet verdwijnen. De Verenigde Staten heeft, de Verenigde Naties heeft een oordeel gegeven afgelopen dagen dat Saudi-Arabië onrust stookt in Jemen. En de Saudi-Arabië heeft hierop geantwoord. En Saudi-Arabië die zei, hoewel ze het niet in woorden zeiden, maar uiteindelijk hebben zij, kwam het wel hierop neer dat zij niet meer de financiën die zij geven aan de Verenigde Naties, de donaties die zij geven, het oliegeld dat zij aan hun geven, dat zij dat zullen stoppen. En uiteindelijk heeft de Verenigde Naties, UNO, heeft dan gezegd van we nemen ons besluit en oordeel terug. Dus dit is het bewijs dat hoewel Saudi-Arabië dus onrust aan het stoken is, hebben de verantwoordelijken vanwege hun eigen persoonlijke belangen hun oordeel teruggetrokken. Dus daarom zegt God de Almachtige dat wij naar de ware licht op zoek moeten gaan in de huidige duisternis. Door de slechte toestand van de moslims zijn de westerse krachten goed geïnformeerd hoe de moslimgemeenschap in elkaar zit. Wat voor secten zijn het? Wie is een Salafi? Wie is een Wahhabi? Wat is een Sunni? Wat is een Shia? Wat zijn de verschillende doelen en de houdingen die zij hebben? En ook weten deze krachten hoe zij kunnen profiteren van de slechte toestand en van de zwakke punten van de moslimgemeenschap. Dus deze krachten weten hoe zij uiteindelijk de rijkdommen van de
moslimlanden kunnen bezitten en veroveren. Door de opkomst van Daesh heerst er een angst in de wereld. En ook Hazoo zegt over Daesh dat ook dezelfde krachten weer deze organisatie financieren en niet ingrijpende maatregelen nemen die genomen kunnen worden om Daesh te stoppen. Dus er is maar. De beloofde Messias heeft gezegd dat in dit tijdperk van duisternis alleen geestelijke en spirituele krachten in staat de mensen in staat zullen stellen om zichzelf te kunnen verlossen van het duisternis. En daarvoor is het belangrijk om de beloofde Messias te accepteren en Gelafete Ahmadiyya te accepteren. Dat is de enige redding, want dit zijn de spirituele krachten die God heeft gestuurd in dit duistere tijdperk. En dit is dus het gebed dat wordt onderwezen in deze soera. En dit is een gebed dat onderwezen is aan moslims. Dit is een gebed dat God heeft onderwezen, dat in tijd van tijd van geestelijke ondergang, in duisternis, in tijd van verdeling, in tijd van onrust, moeten moslims dit gebed verrichten. Als men vrede wil stichten in de moslimwereld, als men van duisternis naar het licht wilt gaan, dan is het belangrijk om de beloofde Messias en Mahdi te accepteren. Er is geen enkel ander weg om jezelf te beschermen tegen het kwaad. Hoewel moslims reciteren wamin sharri ghasikin iza waqab, oftewel en tegen het kwade zoeken wij toevlucht van de duisternis wanneer deze zich verspreidt. Dit is een gebed die de moslims doen. Maar desondanks zien we dat zij zich juist verder verdiepen in het duisternis. Ze zijn verwikkeld in ieder vorm van zonde. Ze bevinden zich in duisternis. En al hetgeen wat zij juist tegen de beloofde Messias kunnen zeggen, dat doen ze en dat zeggen ze. En ze beramen plannen juist tegen de beloofde Messias in plaats van hem te accepteren. En dit is juist de oorzaak dat in de gehele moslimwereld onrust bevindt. En ze zien het resultaat ook van hun daden, maar toch willen ze niet afstand doen van hun belangen. In naam van religie wordt er juist onrust gestookt. God heeft deze soera geopenbaard en heeft ook met de woorden wamin sharri nafasati fil uqad dat moslims juist
zichzelf moeten beschermen van deze orthodoxe zogeheten geleerden, want deze mensen zullen u misleiden. En de reden dat andere krachten kunnen ingrijpen in moslimlanden komt door de verkeerde handelen van zogeheten moslimgeleerden. En ze verspillen hun tijd alleen maar om plannen te bramen tegen degene die door God is gestuurd. De beloofde Messias heeft gezegd: de islamitische geleerden willen hun fout niet erkennen en willen daar niet afstand van doen. En alleen om dit te bewerkstelligen proberen zij en creëren zij onnodige religieuze problemen die juist in oorsprong juist heel helder zijn. En door teksten foutief te citeren en te veranderen, proberen zij met bedrog en misleiding mensen te verraden en te misleiden van het rechte pad. Zij hebben de mensen gehypnotiseerd, waardoor de mensen niet in staat zijn om de waarheid en de feiten te achterhalen. Want de normale bevolking die kijkt naar de islamitische geleerden en zeggen, omdat de islamitische geleerden dit zeggen, moet het wel goed zijn. Want de publieke, de moslimpubliek, die hebben totaal geen kennis meer over wat religie inhoudt. En ze laten alles over aan de zogeheten geleerden. De beloofde Messias heeft gezegd: zij zijn juist degene die de Koran ontkennen en alles doen in tegenstrijd met de Koran. Sterker nog, zij versterken de vijand van de islam. Dus in deze vers vragen we bescherming tegen de kwade inblazingen van zulke activiteiten en mensen. In de woorden van min sharrin nafasati fil uqad, deze woorden bevatten ook, dit is ook een smeekbede tegen de kwade inblazingen van mensen die onrust steuken binnen onze gemeenschap. Mensen die kritiek uiten op de beloofde Messias, of die kritiek uiten op de Ghulafa's en Ghulafa's met elkaar onderling vergelijken. En daarom heeft God ook dit gebed onderwezen tegen de bescherming van hun kwade inblazingen. Wamin shari hasidin iza hasad, dat mens vraagt ook bescherming tegen de jaloezie van de benijders. Door de beloofde Messias is er een gemeenschap gesticht, de Ahmadiyya gemeenschap, en onder deze gemeenschap proberen wij de islam te verspreiden. En door de ontwikkeling van de islam die door de gemeenschap vindt, heerst er ook jaloezie. Ja,
En we zien dat in landen als Afrika bijvoorbeeld, waar mensen eerst christen waren of moslims waren, maar niet praktiserend waren, daar is de gemeenschap gegaan met de boodschap en wij hebben hun de boodschap van islam onderwezen en niet praktiserenden werden praktiserend, christenen werden moslims. En we hebben ook daar moskeeën gebouwd, hoewel de moskeeën die we bouwen heel simpel zijn daar. Maar we zien dat rijke moslimlanden juist geld investeren in mullahs die propaganda doen tegen de jamaat in zulke landen. Terwijl de jamaat juist islam aan het verspreiden is. Maar door de genade van Allah zien we dat mensen die onze boodschap hebben bereikt, dat zij zelf antwoord geven. Want zij hebben uiteindelijk de licht verkregen die de beloofde Messias heeft gegeven aan hun. En door die geestelijke verlichting zijn zij standvastig en geven zij juist antwoord aan onze tegenstanders dat hun houding ten opzichte tegenover de jamaat verkeerd is. En zij vertellen hun en informeren hun dat wij eerst niet praktiserend waren en dat door de jamaat wij praktiserend zijn geworden. En door de jamaat onze kinderen nu weten wat er in de Koran staat en dit ook naleven. Dus in dit vers vragen we ook bescherming tegen het kwade van de benijder wanneer deze benijdt. En onze tegenstanders die zijn jaloers en kunnen ons niet uitstaan dat de gemeenschap van de beloofde Messias groeit en de boodschap van de islam verspreidt. En deze vijandschap ziet men niet alleen terug in moslims, maar we zien ook in westerse landen dat waar de gemeenschap groeit, dat mensen ook tegenstand vertonen. Hazur geeft een voorbeeld van, we zien dat wanneer wij bijvoorbeeld een kerk bezoeken, dat in het begin zij ons welkom heten, maar wanneer wij vaker de kerk bezoeken en mensen aangetrokken voelen tot de islam, dan beginnen zij ook tegenstand tegen de jamaat te vertonen. De laatste soera, de vertaling daarvan is van soera Nas is, in naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Kul a'udhu bi Rabbin Nas, zeg, ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der Mensen. Malikin Nas, de Koning der Mensen. Ilahin Nas, de God der Mensen. Min sharril waswasil ghannas, opdat hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, die in het hart der mensen fluistert. Min al jinnati wan nas, vanuit het midden der jinn en mensen. En met jinn wordt bedoeld belangrijke grote mensen met veel aanzien, wan nas en de algemene mens. In deze soera is de genezing verteld hoe men van deze onrust en van deze verschillende kwaden zichzelf kan beschermen.
Hazur vertelt dat Sura Falak en Sura Nas een bijzondere relatie hebben met de tijdperk en de komst van de beloofde Messias. En het is belangrijk dat men deze gebeden ook blijft reciteren. En vooral ook bescherming vraagt tegen de aspecten die vermeld staan in deze soera's. Men zoekt toevlucht in deze gebed van Rabbina's, Malikina's en Ilahina's. Hazur vertelt, wanneer grote tegenstand, mensen met grote aanzien en met grote positie, wanneer zij tegenstand zullen bieden, zoek dan toevlucht tot God. Denk niet dat wereldse pogingen je zullen verlossen en redden tegen hun plannen. Dus daarom staat hier ook Rabbina's, dat wij de ware Heer, de ware Schepper, dat wij tot Hem wenden en aan Hem vragen Zijn hulp. En Hij is Malikina's, Hij is de ware Koning, Hij is de Koning en de Meester van alle. Dus wees niet bang van de kracht van de andere meesters en koningen van de wereld. Maar wend je tot de ware en de enige Malik, de koning en de meester van de gehele wereld. En geen enkele andere ila hoort u aan te trekken. Want er is maar één Ila, één God. Er is een God die zorgt voor uw onderhoud, voor uw opvoeding, voor uw ontwikkeling en ontplooiing. En de ware koning is maar de enige God en niemand anders. Dus vooral onze gemeenschap, maar ook de moslimgemeenschap, hoort dit gebed te doen. Want wanneer wereldse krachten, zich als Rab en als Malik en als Ilah gedragen en u onderdrukken, dan is het moment dat u zichzelf wendt tot God. En dat is het tijdperk wanneer men toevlucht moet zoeken van God. Al hetgeen wat nu gebeurt in de moslimwereld, dat is eigenlijk een propaganda tegen de islam. Dit zijn anti-islam krachten en activisten die op hele intelligente wijze onrust stoken en onrust veroorzaken in de moslimwereld en in moslimlanden. En wanneer dit veroorzaakt is, proberen zij te zeggen van wij komen om jullie te helpen, wij zullen voor jullie rechten opkomen.
اور بعض مسلمانوں پہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ علاقوں میں اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. گزشتہ دنوں ایک خبر تھی. And this is nu ook wat er nu gebeurt. En we zien dat er in een bepaalde land waar onrust heerst, dat heel veel moslim-christenen zijn geworden. Juist vanwege deze hulp die wordt verleend. En sommigen denken om juist van deze hulp te profiteren zijn moslims-christenen geworden. Deze krachten geven ook wapens en munitie aan beide groepen die elkaar bevechten. En ook deze mensen zijn die naar voren treden om beide groepen tot verzoening te brengen. En ook deze krachten profiteren van de rijkdommen en van de grondstoffen van moslimlanden. En dit is een feit dat zelfs mensen vanuit hun eigen gemeenschap in het Westen dit vertellen en schrijven. En dat zijn vooral mensen die heel oprecht zijn en rechtvaardig zijn. En juist op zoek zijn rechtvaardigheid en eerlijke oplossingen. En die erkennen en schrijven dat het onze fouten zijn waardoor er onrust heerst in de moslimwereld. Dus dit zijn de drie oorzaken die in deze soera zijn vermeld van de onrust die er heerst. انفرادی طور پر اخلاقی طور پر مذہب سے دور لے جانے کے لیے خاندانوں میں قوموں میں اسلام پر عمل کرنے والوں کے اندر dus dit zijn allemaal pogingen om kwade inblazingen te doen binnentreden binnen moslimfamilies en in de moslimwereld. Soms in de vorm van rechten van de vrouw, soms in de vorm van rechten van iets anders. In Zweden zei iemand tegen mij over het over het schudden van handen. En ik had ook aan haar verteld, als u denkt dat door het schudden van handen alle wereldproblemen opgelost kunnen worden, vertel mij dat. Maar zij begreep toen dat er vele grotere kwesties zijn die veel belangrijker zijn. Dus daarom worden soms kleine kwesties uitgelicht in de naam van rechten van de mens. Genaas kan ook betekenen homoseksualiteit, de kwestie die nu heel erg heersend is. En Hazou zegt, de standpunt over homoseksualiteit is niet alleen iets wat de islam zegt, sterker nog, de Bijbel schrijft veel krachtiger hierover en veel uitvoeriger. En toen ik hier over sprak, zagen we ook dat sommige leden van de partij daar niet kwamen, niet het programma van de Jamaat bijwoonden. Maar hoe dan ook,
Iedere lid van de Ahmadiyya Muslim gemeenschap, wij als gemeenschap, iedere lid van ons, wij moeten onszelf inspannen tegen iedere inblazing van de duivel en tegen iedere wegen die de duivel gebruikt om zijn inblazingen, met zijn inblazingen mensen te beïnvloeden. Dus in dit vers vraagt men toevlucht tegen het kwade van de duivel. Dus Hazur zegt, dus in deze soera wordt onderwezen dat men standvastig zijn geloof openlijk moet blijven beleiden in plaats van de verschillende initiatieven worden genomen om islam minder te kunnen praktiseren. En het is ook nu onze plicht dat wij mensen informeren dat het licht is verschenen in de vorm van de beloofde Messias. En mogen God de moslim in staat stellen dat zij hem accepteren en herkennen. Hazur zegt, we zullen nu een stille gebed verrichten. Maar voordat ik dat begin, wil ik verzoeken om de volgende punten te onthouden in het gebed. Dus onthoud de gehele mensheid in uw gebeden. Ook vooral de moslims, onthoud hen hun gebeden dat er eenheid ontstaat en dat zij beschermd blijven tegen de duivelse inblazingen. Mogen God de wereld in staat stellen dat zij zichzelf beschermen voordat er op een vurige manier God de wereld bestraft. Bid voor de internationale gemeenschap van de Ahmadiyya Muslim gemeenschap. Mogen God alle leden van de jamaat beschermen. Mogen God hen alle beschermen tegen de duivelse inblazingen. En mogen God alle leden van de jamaat in staat stellen dat ze verbonden blijven met gelaven en met het systeem van de jamaat. Bid ook voor de mensen die wakfien zijn, die hun leven toegewijd hebben voor het geloof, voor wakfinon. Bid voor hen. Mogen God ook die ouders zegenen en hun gebeden doen uitkomen die hun kinderen als wakfinon hebben ingeschreven. Mogen God ook die kinderen in staat stellen dat ze hun wakf altijd trouw blijven. Mogen God hun ook beschermen tegen de negatieve invloeden van de omgeving. Mogen God ons beschermen tegen de gevaarlijke initiatieven van de Dajjal. Er heerst onvrede in de wereld. Mogen God de mensheid beschermen. Denk ook, bid ook voor die mensen die shohada zijn en hun families. Mogen God ook hun helpen en beschermen. Bid ook voor de mensen die vanwege religie gevangen zijn genomen en in de gevangenis zitten.
Er zijn ook in Pakistan mensen, er zijn ook voorbeelden in Pakistan, mensen die opgesloten zijn, ook in Afghanistan. Bid ook voor de mensen die in problemen verwikkeld zijn, in welke vorm dan ook. Mogen God hen helpen. Bid ook voor die mensen die in schulden zitten. Mogen God hun onwetendheid vergeven. Mogen God hun verlossen van hun schulden waarin zij zitten vanwege hun onwetendheid of nalatigheid. Bid voor die mensen die slachtoffer zijn van vervolging, van politiek of van welke vorm dan ook, of in welke probleem zichzelf ook bevinden, mogen God hun helpen. Ook Arabieren zijn nu slachtoffer van religieuze vervolging. Bid voor volgelingen van alle religies die slachtoffer zijn van de crisis die er nu heerst. Bid voor vrouwen die gescheiden zijn of hun echtgenoten verloren zijn. Bid voor die dochters en voor die meisjes die op zoek zijn naar een relatie. Bid voor studenten die aan het studeren zijn. Bid voor de zieken. Bid voor mensen die aan het handelen zijn. Bid voor de Darwishane Kadian. Bid ook voor de mensen die wonen in Rabwa. Het is vandaag Eid in Rabwa. Maar nergens kunnen wij daar gezamenlijk bijeenkomen en Eid vieren. Mogen God hun helpen. Bid voor de problemen in de moslimwereld. Mogen God hun in staat stellen om het rechte pad te vinden. Mogen God hun in staat stellen om het licht te herkennen. Mogen God hun verstand geven dat zij de imam van de tijd herkennen. Mogen God zo spoedig mogelijk de beproevingen van de jamaat doen eindigen. Mogen de jamaat mogen de problemen die de jamaat ervaart zo snel mogelijk verholpen worden. Bid ook voor de economie van dit land, want ze zijn na de Brexit heel erg onrustig en er was ook een politici die onlangs bij mij op bezoek was en hierover sprak. Dus we moeten bidden voor deze mensen. Mogen God hen beschermen en hen in staat stellen dat ze zichzelf redden van deze zondes. Want het kan voorkomen dat vanwege deze zonde God besluit om de ondergang te verzegelen. Om de ondergang van deze landen te verzegelen. Vanwege de zondes. Mogen God ook al die mensen zegenen die deelnemen in Tehreek-e-Jadid en Waqf-e-Jadid. Mogen God hun rijkelijk belonen. Mogen God
alle mensen zegenen en hun zegenen in leeftijd. Mogen God hun zegenen, die in welke vorm dan ook een functie bekleden van de jamaat en de jamaat dienen. Mogen ook MTI is wereldwijd heel erg veel fantastisch werk aan het verrichten. Mogen God ook alle functiehouders van de MTI zegenen. Dan zijn er ook slachtoffers die slachtoffer zijn van natuurrampen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Azur gaat nu enkele gebeden in het Arabisch voorlezen. Er is nog een gebed, zegt Hazur. O God, ik vraag uw liefde en de liefde van degene die u houdt en van de daad die leidt tot uw geliefde. En ik vraag de liefde die nog sterker is dan de liefde die ik heb voor mijn familie. En van een dorstig persoon die op zoek is naar water. Ja, mukallib al kulub, thabbat kalbi ala dinik. O, degene die de harten verandert, stort standvastigheid over mijn hart. O God, ik vraag hidayat, begeleiding en kuisheid en godvrezendheid. En dan is een volgende smeekbede vermeld in hadith. O God, bescherm ons tegen uw toorn en doe ons niet vernietigen onder uw kastijding en bescherm ons voordat dit plaatsvindt. Hazur is de Arabische tekst aan het lezen. O God, ik zoek toevlucht tegen uw plotselinge straf en tegen het wegnemen van gunsten en tegen ieder vorm van ondergang. De beloofde Messias heeft gezegd, de volgende gebed moet vurig worden verricht. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O God, wij hebben onze zielen onrecht aangedaan. Vergeef ons, indien u ons niet vergeeft, dan zullen wij tot de verliezers behoren. Dan is er gebed in de heilige Koran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab. O God, begeleid ons hart, stort standvastigheid over ons hart. Laat onze hart niet afdwalen. En jij bent degene die schenkt. O God, geef ons ook succes in deze wereld en in het hiernamaas. En bescherm ons tegen het straf van het vuur. De beloofde Messias, de gebeden van de beloofde Messias. Rabbana innana samena munadiyan yunadi lil iman. Rabbana amanna faktubna ma. O onze Heer, wij hebben de beloofde Messias aanvaard. Wij geloven in hem. Hum is par iman laaye hain, pas
En schrijf ons ook tot hen die tot zijn volgeling behoren. Zo is de Arabische tekst aan de... O, onze Heer, zegen genade vanuit de hemel en laat mij niet alleen. En jij bent degene die mensen steunt. O God, laat de waarachtige tussen mij en mijn volk uitlichten. Ja Rabba Fasma Dwai, o mijn Heer, verhoor mijn gebed. O mijn Heer, verhoor mijn gebed. En vernietig mijn vijanden en uw vijanden en vervul uw belofte en help uw dienaar. En laat ons de dagen van glorie zien. En laat uw zwaard tevoorschijn komen voor ons, om ons te helpen. En laat geen enkele opstandeling over. O de Heer van de werelden, ik kan uw dankbaarheid niet uiten. U bent de meest barmhartige en de zachtmoedige. Vergeef mijn zonde, zodat ik niet vernietigd word. En stort liefde voor u in mijn hart. En vergeef mij. En stel mij in staat om zulke daden te verrichten, zodat ik u wel behagen kan krijgen. Toon genade, toon genade, toon genade. En bescherm mij tegen de kastijdingen van de wereld, van de hemel en de aarde. O mijn Heer, luister naar mijn verdriet. O mijn bescherming, ik ben alleen. O mijn geliefde, o mijn meest geliefde. Mijn geest onderwerpt zich. Azu zegt dwakkerle. Amen. Namaste 2 baje ho gayi. Assalamu alaikum.